Hi allemaal, leuk dat jullie kijken. Ik heb weer een shoplog voor jullie vandaag. En ik ga even mijn tasje erbij pakken. Oh, ik moet even bukken. Ik heb hier wat dingetjes geshopt in mijn eco-tasje, zoals jullie kunnen zien. Heel leuk. Maakt niet uit. Ik vind het altijd wel leuk om eigenlijk eventjes te laten zien. En ik dacht, ik doe gewoon maar een shoplog. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier met kijken. Oké, ik ga een beetje random de spullen eruit halen. Ik weet zelf ook niet alles hoe de volgorde in het tasje zit. Dus ik pak het gewoon uit en dan zien we wel waar het vandaan komt. Oh ja, als eerste zie ik hier deze leuke keycaps. En deze zijn van de HEMA. Die kosten 2 euro. En dit zijn van die hangers die je dus om je sleutels heen kan doen. Ik vind het zelf altijd heel erg leuk staan en ja, het vrolijkt altijd iets op. Wat ik heel erg handig vind bij deze is dat er dus een kettingje aan is gemaakt, zodat je je sleutel ook gewoon, of je hangertje ook makkelijker naar je sleutelbos kunt hangen. Voorheen moest je dan heel vaak je ringetje door dit kleine gaatje duwen en nou ja, dat was gewoon niet altijd wat. Deze horen ook weer bij de HEMA Blijmakers en ik vind ze echt heel erg leuk. Je hebt 3 dus sleutelcaps hier voor 2 euro. En je hebt een hartje, happy en het andere weet ik niet wat het is. Maar ik vond ze wel heel erg leuk om mijn sleutels op te pimpen. Dan heb ik vorige week de matte lipbalm van de HEMA gereviewd. Maar toen zag ik ook dat ze een shine versie hadden. Nu was ik zelf heel erg benieuwd naar. Dus die heb ik ook eventjes gekocht. En dit is kleur nummer 2. Die is wat feller. En deze heeft dus een glans. En dat leek mij ook wel heel erg mooi. En ik was gewoon heel erg benieuwd ook of dat het echt heel glanzend is. Dus deze. En dan haalde ik ook de Double Wear Waterproof Eye Pencil. Ik heb een zwarte. En dat is misschien best wel gewaagd, maar ik hou heel erg van zwart. En de andere kleuren die vond ik niet zo goed bij mezelf passen. Dus vandaar dat ik voor een zwarte ben gegaan. Dan haalde ik een bronzer van Sunkist. Ik ken dit merk op zich nog niet, maar ik was hier best wel benieuwd naar. Het is echt een hele grote bronzer. Deze verkopen ze bij de Opjesops voordeelshop. En ja, ik ben eigenlijk wel dol op bronzers. Ik vind het ja, altijd hele fijne producten. En ik ben hier dus gewoon ook heel benieuwd naar. En ja, ik vind het ook wel heel erg leuk zo met die ster erin gemaakt. En hier zie je nog een paar kleine sterretjes. Vind ik heel erg leuk gedaan. Bij de Opusop shop haalde ik ook bronzing parels. En ik vind het altijd wel hele leuke producten, die pareltjes. En ja, ik ben een beetje op de bronzer toe, zoals je kunt zien. En deze, die waren heel erg goedkoop. En ik was hier gewoon heel erg benieuwd naar of dit deze wat zijn eigenlijk. Dus deze. Dan Candy Blush. En die kan ik wel even openmaken. Zoals je kunt zien heb ik echt heel veel gezichtsproducten gehaald. Maar ik wilde die collectie een beetje aanvullen. Dat is gewoon een blush en er zit een spiegeltje in. En ik heb een wat fellere kleur gekozen. Vind ik zelf altijd wel mooi. Ik wist ook niet dat W7 eigenlijk zoveel producten had. Best wel leuk om dan te zien. Dan een duo blusher van W7. En deze kleurtjes vind ik op zich wel heel erg leuk. Ik krijg hem nog niet open, want er zit nog zo'n stickertje op en die krijg ik zo snel niet open. Maar ik vond deze kleuren wel heel erg leuk, want dit soort kleurtjes had ik nog niet. Dat vond ik ook een keer wat anders dan wat ik altijd al heb. Dus ja, deze. Dan deze. Dit is de In the Night Up in Smoke Smoky Eye Color Palette van W7. En we kennen natuurlijk allemaal die paletten wel. En ik ben er echt een heel groot fan van. Overigens zijn ze wat veranderd in stijl. Want zoals je kunt zien heb je hier nu ook een tekstje. En de opening is wat anders. Want hier zit nu een spiegeltje in en zie je hier zo de kleuren en deze gaat met echt 2 clipjes zo dicht. Dus ja, dat is een beetje de verandering. Maar ik was hier zo benieuwd naar en ik was echt heel blij dat ik deze zag. En ik was eigenlijk ook zo benieuwd naar die 2 kleinere doosjes. Die 2 kleinere paletjes, maar die hadden ze nog niet. Dus daar moet ik nog even op wachten. Deze is overigens ook van de Opusop Voordeelshop.
Dan heb ik ook nog een blush van de HEMA. Dit is een satin blush. En dit is nummer 2. En dit is een hele gewone blusher die ik gewoon heel erg mooi vond. En die ik graag wilde proberen. Dan kocht ik deze douche gel. Deze is van Dettol. Deze is nieuw in het assortiment. En hier was ik heel erg benieuwd naar. Ik had hem al in verschillende krantjes zien staan. En ik vind Dettol producten eigenlijk heel erg fijn. De zeep is heel erg fijn. En ik heb ook zo'n dispenser, zeg maar, waar ik mijn zeep uit laat komen. Dat is ook van Dettol. Die is ook heel fijn. En die douche gel die leek me ook gewoon heel erg fijn. Omdat het gewoon ook echt op antibacterieel is gebaseerd. Dus ik was hier heel erg benieuwd naar. Overigens kon ik hem dus bij de drogisterijen gewoon niet vinden. Toen was ik bij de Albert Heijn. Toen zag ik deze staan. Toen heb ik deze versie gekocht. Ze hadden ook nog een gele. Ik weet niet waar die naar ruikt. Want dat weet ik eigenlijk bij deze al niet. Want het staat er niet heel erg duidelijk op. Ik weet alleen dat hij roze is. Maar hij is wel heel erg lekker fris. Hij is ook wel lekker aanwezig, de geur. Daar hou ik op zich wel van. Dus dat vond ik wel heel erg, erg fijn en ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik weet niet meer precies wat die kost. Ik zal de prijs eventjes hieronder vermelden. Overigens, als je achtergrondgeluid hoort, zijn het de katten. Die zijn achter elkaar aan het rennen. Die hebben hun speeluurtje en die zijn lekker aan het spelen. Dus als je er last van hebt, sorry alvast. Dan kocht ik een make-up box van Essence. En dit is de How to Make Bright Eyes. En ik had zelf al de nude box. En die vind ik eigenlijk heel erg fijn. En het zijn gewoon hele leuke doosjes. Want ja, je ziet hier gewoon de kleurtjes. Ik vond het zelf wel heel erg leuk. Je hebt hier overigens ook weer die kaarten erin zitten. En er staat dus op hoe je een look kunt maken. Maar ik vind die doosjes gewoon super fijn en geweldig. Dus ik besloot om er nog een paar te halen. Zodat ik mijn collectie compleet kon maken. En dat is dus, daar is deze eentje van. Dan How to Make Brows Wow. Dit is, hier zit onder andere 3 kleuren wenkbrauwpoeder in. Een highlighter en een applicator en een klein pincetje. En deze vind ik ook wel heel erg leuk. Hier zien we natuurlijk weer de instructie. En ik vond de kleurencombinatie gewoon heel erg leuk. En deze is wel heel erg leuk gemaakt met van die pootjes erin. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk. Overigens zie ik mezelf nu in de spiegel. Dit is echt een heel bizar zicht. Oké. Dan de Smoky Eyes. Die hoort daar ook bij. Eigenlijk weer hetzelfde verhaal, hè. Je hebt hier ook weer die kaarten, die ik altijd super leuk vind. En gewoon wat donkere kleurtjes. Ik hou op zich wel om smoky eyes te maken. En ik vind het altijd wel leuk om te combineren. En je kunt het natuurlijk zo zwaar en zo niet zwaar aanzetten als je zelf wil. Maar ik vond deze wel heel erg mooi. Dan het laatste paletje, How to Make Your Face Glow. Hier zit een blush in en een highlighter en een bronzer en een applicatortje. Ook weer een heel erg leuk product met ook weer leuke namen erbij. En ik ben er heel blij mee. Nu heb ik ze alle 5 en ik vind het gewoon heel erg leuk. Dan had Essence nieuwe lipliners en dat zijn long-lasting lipliners. En hier was ik heel erg benieuwd naar en ik kocht er een. En dit is kleur 4. Peach Beauty heet die. En dit is echt een perzikachtige kleur. Die ik eigenlijk ook gewoon nog niet in mijn stash had. En wat ik gewoon heel erg mooi vind om te combineren. En wat ik denk is dit een draaimechanisme. Je kunt hem dus zo uitdraaien. En dat vind ik op zich wel altijd een heel fijn systeem. Ik heb daar 1 lipliner van die je ook kunt uitdraaien van een ander merk. En daar ben ik eigenlijk heel erg enthousiast over. Dat ik ook heel erg benieuwd ben naar deze. Dan haalde ik ook een lip candies van Essence. En ik heb een wat lichtere kleur gehaald. Ik heb... dit is echt heel erg grappig. Deze kleur heet gewoon Candy Crush. Weet je wel, van dat spelletje. Ik
Oké, ik vind het echt heel grappig. Oké, dus Candy Crush en deze had ik voorbij zien komen in een aantal reviews. En hier was ik zelf ook heel erg benieuwd naar. Dus vandaar deze. Dan kocht ik dit heuprokje bij de Blokker. Als je niet weet wat het is, dit zijn van die rokjes die je dus heel erg makkelijk over je broek heen kunt dragen. En dan eigenlijk een beetje halverwege. Want zo is eigenlijk gewoon je broekrand niet zichtbaar. En ik ben zelf iemand die heeft een hekel aan riemen. Dus het is soms nog wel eens lastig als je dan een broek hebt die een beetje afzakt. Zoals hier is het duidelijk te zien. Hier zie je dus een stukje van haar onderbroek. En hier door dit heuprokje wordt dat probleem verholpen. En deze verkopen ze altijd bij de Blokker. Ik heb nu een bruine. Ik zal hem even uithalen. Nu een bruine. En ik had zelf al drie andere kleuren. En ik dacht, ik kan er nog eigenlijk wel eentje bij gebruiken. Dus ik vind deze eigenlijk altijd gewoon super handig. Ik zweer hier eigenlijk bij. Want ja, ze zijn gewoon ideaal. En ik geloof dat ze 1,99 zijn. Dus ze zijn ook best wel goedkoop en super handig. Dus deze. Dan was dit mijn shoplog. Ik denk dat die hier en daar een beetje rommelig overkwam. En ja, ik hoop niet dat het je heeft afgeschrikt om te stoppen met kijken. Als je een review wilt zien van een van deze producten die ik je liet zien, dan kun je dat eventjes bij de comments laten weten. Of gewoon eventjes een berichtje sturen of zo. Vind ik altijd leuk. En sowieso komen er wel een paar reviews online. Alleen ik weet nog niet precies wanneer. Sowieso van het Up in the Smoke palet van W7. En ik denk ook van een aantal producten van Essence. Dus als je zelf nog dingen wilt zien van de producten, dan nogmaals laat het weten. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Als je de video leuk vindt, vergeet niet om te abonneren. Of even op de vind ik leuk duimpje drukken. En dan zie ik je gewoon heel snel weer. Doeg!